Welkom allemaal. Ja, ik kan dus nu verder niet zien wie er zijn allemaal. Dat vind ik best wel ongemakkelijk, maar dat geeft niet. Welkom allemaal bij de expertsessie internetconsultatie BVM. Zoals wij al eerder zeiden, van we nemen dit op. Dus ook voor de mensen die meeluisteren. Je kunt in de chat de vragen stellen en dingen, maar het is ook terug te luisteren. En als je later denkt, interessant voor collega's, dan we zetten het op YouTube. Dus dan komt dat allemaal helemaal goed. Wat gaan we doen in deze expertsessie? Misschien de volgende slide. Ja, ik was even wat in de chat aan het zetten. Welkom. Even een stukje algemene introductie. Voorstellen. Op de een manier komen er steeds dingen. Heb ik steeds pop-ups, heel vervelend. En dan gaan we met de experts die we zo voorstellen 5 hoofdvragen doen. Het gaat om de BVM, om de verdere invulling van de BVM. De wettelijke regeling, zoals die nu genoemd wordt, die voor een deel, denk ik, hele goede kaders geeft, maar voor een deel nog best heel erg open is. En er zijn 5 hoofdvragen, die zullen we 1 voor 1 behandelen, een kwartiertje, 20 minuten per vraag. Open normen rondom winstuitkering, transparantie, de positie van aandeelhouders, ontmantelen en uittreden, hoe ga je de BVM eventueel weer opheffen als je dat zou willen, en controlemechanismes. Ja, wat is er nou eigenlijk aan toezicht geregeld op het BVM zijn? Stefan, volgende slide. Dus ja, het is een inhoudelijke verdieping op aanzetwettelijke regelingen. Wij gebruiken dit om onze inzichten en onze eigen positie te bepalen. Maar we willen heel graag dat iedereen dit mee kan krijgen. Het gaat uiteindelijk niet om, wat ons betreft op dit moment, om wie vindt wat. Want iedereen mag het zijne vinden. Onze insteek is van ja, we moeten uiteindelijk een goede balans vinden tussen... Ja, een onderscheidende BVM, hè, dat een BVM echt anders is dan een platte BV. Maar hij moet ook niet zodanig beknellend zijn dat uiteindelijk geen een ondernemer of impactinvesteerder ermee mee wil werken. En we hopen echt heel erg dat deze sessie helpt aan op inzichten, op mechanismes, op manieren hoe je dingen goed kan doen. Zodat de mensen waar het voor bedoeld is, en dat geldt niet alleen voor de ondernemers en investeerders, maar natuurlijk ook om... andere stakeholders, klanten, gemeentes, overheden, wie dan ook, zich prettig voelen bij wat er uiteindelijk gecreëerd is. Volgende slide, Stefan. Yes. Ja, we gaan even snel een rondje voorstellen. En ik denk maar het liefste gewoon eventjes deze volgorde. Graag een klein paar korte steekwoorden, Piotr. Ja, dank. Dank ook dat ik erbij mocht aansluiten. Piotr Antoni, werkzaam bij PwC. Ik werk bij het Knowledge Center en dat is eigenlijk het vaktechnisch bureau voor de fiscaliteit. En vanuit dien hoofde kijk ik ook mee op allerlei vraagstukken voor sociaal ondernemingen. Met name op het gebied van ambies, maar ook wel heeft zich dat ontwikkeld naar de rechtsvormvraagstukken. Heel fijn, dankjewel Piotr. Maurits? Robert Wos, goedemiddag, advocaat bij Benvalor, ondernemingsrecht specialist. En ik werk vooral voor impact investeerders en impact ondernemers bij het doen van investeringstransacties. En daar zit vaak ook een structureringsaspect bij, hè, hoe je de structuur future-proofed maakt en de impact zoveel mogelijk ingebed blijft houden. Dus veel elementen die in de BVM zitten, die... pas ik in de praktijk ook al toe. Dus leuk om hier aan bij te dragen. Fijn dat je er bent, Maurits. Jurjen? Ik ben Jurjen Groot, sociaal ondernemer bij de Kliek. Samen met een leuk team met ervaren impact ondernemers. Daarnaast heb ik een kunsthandel. En in een eerder stadium ben ik advocaat ondernemingsrecht geweest. Waaronder bij CMS en vanuit... Dat kader ben ik ook vanaf het begin eigenlijk betrokken geweest bij de beweging rond de BVM. En heb ik ook meegedacht met Social Enterprise NL. En ik vind het leuk om nu daar verder over na te denken en een goed ding te maken met z'n allen. Heel fijn. Sjoerd? Ja, Sjoerd Kamerbeek, partner bij Van Doornen Advocaten. Ook alweer een jaar of 10 drukdoende met de BVM. Ook medeoprichter van de leerstoel Sociaal Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. En in dat kader ook eigenlijk alle onderzoeken meegedaan die de grondslag hebben gevormd voor dit voorstel. En denk nu graag mee om het verder te fine-tunen. Fijn dat je weer bent, Sjoerd. Carlijn?
Ja, hoi, ik ben Carlijn Schuttelaar. Ik heb mijn eigen adviesbureau, Schuttelaar Law, waarin ik eigenlijk alleen bedrijfsjuridisch advies geef aan duurzame ondernemingen en impactgedreven ondernemingen. En daarbij kijk ik met name hoe je de impact kan borgen in het juridische stuk. Dus vandaar dat het hartstikke leuk is dat ik hier kan meekijken, want ik ben ook projectpartner van Social Enterprise, dus vandaar dat ik hier zit. Heel fijn dat je er bent. Jos? Ja, dankjewel Mark. Ik ben Jos Stolhuizen. Ik werk voor VNO, NCW en MKB Nederland. Die zag ik niet op het lijstje staan, maar ik werk daadwerkelijk voor beide verenigingen. Samen vertegenwoordigen die verenigingen bijna 90% van het Nederlands bedrijfsleven wat bij ons is aangesloten. En binnen de organisatie ben ik beleidssecretaris en houd ik me bezig met onder andere het PVM-dossier, met het wetgevingsdossier. En we kijken ernaar. Nou, het voorstel, is het nou, hoe het nu voorlegt, is er een geschikt middel? Daar kijken we kritisch naar. Daar horen onder andere de ondernemingsrechtelijke aspecten bij, maar ook de geschiktheid van het middel om het doel te bereiken, namelijk het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap. En daarbinnen vinden we het ook belangrijk dat gekeken wordt, hè, past het binnen een gelijk speelveld? Nou, dat zijn de optieken hoe wij naar het voorstel kijken. Ja. Ja, en goed dat je het zegt, Jos, want we hebben het feitelijk over het MKB natuurlijk. Hè, dus, precies, ja. Ja. Josephine? Oké. Ja, Mark, dankjewel. Mijn naam is Josephine de Zwaan. Ik ben, om te beginnen, bestuurslid van de Code Sociale Ondernemingen. Maar heel lang geleden was ik advocaat en vennoot bij CMS. En mijn eerste kennismaking echt met sociaal ondernemen was toen Willemijn Verloop het rapport presenteerde op de Impact Days rondom sociaal ondernemen. Dat is 10 jaar geleden. En de woorden uitsprak dat in Nederland de juridische kaders op geen enkele wijze het sociaal ondernemen ondersteunden. En toen ben ik naar haar toe gegaan en heb gezegd dat kan niet waar zijn, dat gaan we nu veranderen. En op dat ogenblik is eigenlijk het gesprek, laat ik zeggen, tussen CMS en Social Enterprise op gang gekomen. Maar veel belangrijker is dat daarna eigenlijk op tal van schaakborden het thema sociaal ondernemen echt aandacht heeft gekregen. En heel mooi dat we vandaag met zoveel verschillende perspectieven onder de vlag van Social Enterprise hier aandacht aan kunnen besteden. Dus heel veel dank daarvoor aan Social Enterprise. Dankjewel Josephine. Ja, Josephine is ook betrokken bij Fairphone en bij de Triodos Bank. Dus ook vanuit de praktijkkant zijn er goede dingen. We gaan even verder, Stefan, naar de volgende slide. Ja, we gaan om heel even onszelf voor te stellen ook. Ja, dat is goed. Het zou best kunnen zijn dat er toch mensen zijn die ons niet kennen en hoe we het gaan doen. Mijn naam is Mark Hille. Ik ben medeoprichter en voorzitter van Social Enterprise NL. Stefan kan zelf even zeggen wie die is. En we hebben 5 de 5 grote vragen. Stefan zal de eerste en de laatste vraag een beetje modereren. We hebben 3 sprekers per vraag die in discussie gaan. En ik zal dan weer Stefan doet de eerste laatste, ik doe de 3 middelste grote vragen. Ja. Dus ik geef aan jou het woord, Stefan. Ja, dank Mark. Nou, Stefan Panhuizen, mededirecteur Social Enterprise NL. Ook alweer sinds 2013 we hier werkzaam en eigenlijk altijd bezig met wat is de rol van de overheid om een florerend ecosysteem voor sociaal ondernemers en daarmee voor heel Nederland te creëren. Dus dat speelt met gemeenten, met provincies, de nationale overheid, ook af en toe Europees. Dus heel erg leuk. Ik zie dat er 33 mensen op dit moment meekijken. Nou, dat klopt aardig met mijn inschatting net. Welkom alle. Voor degenen die misschien later zijn ingeschakeld. Hè, we gaan het dus per vraag. We hebben 5 vragen / thema's die we de hele tijd met ongeveer 3 experts gaan bespreken. Dat doen we iedere keer ongeveer 10 minuten. Dus ik zal Mark en ik zullen het gesprek begeleiden en de tijd in de gaten houden. Stel vooral vragen in de chat. Dan zullen we kijken of we die dan wel ter plekke kunnen behandelen. Dan wel op het eind, waarin we nog een laatste kwartiertje hebben voor alles wat nog niet is besproken. En dan gaan we naar het eerste thema. Dat zijn de open normen rondom winstuitkering. En dat doen we samen met Sjoerd Kamerbeek, Jos Stolhuizen en Maurits Bos. Ik zit zelf alleen even te kijken. Ik heb een manier verzinnen om mijn eigen vragen die ik had voorbereid
dat ik die kan zien zonder dat ik het scherm niet meer ga delen. Maar dat gaat lukken. Maar misschien om even, even een rondje te doen, Sjoerd, Jos en Maurits. Hè. Er is gekozen in de AMZ niet voor harde normen rondom het beperken eigenlijk van winstuitkering, maar zogenaamde open normen, dat het in lijn moet zijn met de maatschappelijke missie. Eerst gewoon even een eerste reactie. Hoe kijken jullie naar die insteek? En dan begin ik even bij Maurits. Ga ik ondertussen even. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel moeite mee. Ik denk dat het wel goed is om de ondernemers flexibiliteit te geven. Hè? Dat ze gewoon per onderneming kunnen kiezen wat voor hen geschikt is. Ik krijg de indruk dat het wel de bedoeling is dat je tenminste 50% hè, van de winst laat toekomen aan de maatschappelijke doelstelling. Zo wordt die in ieder geval een beetje toegelicht. Hè? Dus dat is al best een substantieel bedrag, hè, afhankelijk natuurlijk van welk perspectief je neemt, maar een spectrum van 50% naar 100%, hè, daar kan je natuurlijk best mee spelen, maar als het veel stringenter zou zijn, dan denk ik dat je je per definitie al disqualificeert voor een hoop potentiële investeerders. Hè, dat gebeurt nu waarschijnlijk al, maar als je het nog stringenter maakt, des te meer. Hoe dan vervolgens uitvoering of invulling moet worden gegeven aan die open normen. Ja, dat moet natuurlijk uitkristalliseren in de praktijk. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitkeringstest hè, die nu geldt hè, voor als je een winstuitkering in general wil doen. Hè, dan is dat ook een open norm. Hè. Het bestuur mag bijvoorbeeld niet goedkeuring geven aan die uitkering als daardoor de BV niet kan blijven voldoen aan haar direct opeisbare schulden. Dus dat is ook iets wat in de praktijk uitgekristalliseerd moet worden, wat dat betekent. En ik denk dat dat voor de open normen voor winstuitkering ook gaat gelden. En ik denk dat dat op zich geen drama hoeft te zijn. Dus dat zijn eigenlijk mijn eerste gedachten op dit punt. Helder. Sjoerd, mag ik jou dan een eerste reactie vragen? Ja, ik deel in belangrijke mate de analyse. Ik ben blij dat er niet voor gekozen is om op basis van toch wat meer instrumentele benadering echt restricties te zetten hierop. Dat iedere restrictie gaat ook van een uitgangspunt van een tegenstelling tussen winst en maatschappelijk resultaat. Een tegenstelling die er in mijn beleving niet hoeft te zijn. Die kan er zijn. Vanuit datzelfde perspectief vind ik laten we het maar noemen, uitgangspunten die een beetje geformuleerd zijn rondom die 50% lastig in de praktijk te brengen. Ook niet goed te plaatsen, omdat juist die flexibiliteit in mijn ogen geboden is, omdat de mate van benodigde investering in het maatschappelijke resultaat en de herinvestering van gelden met name afhangt van de ontwikkeling en de volwassenheid van een bepaalde onderneming en de winstgevendheid van een bepaalde onderneming. Een veel verder ontwikkelde onderneming heeft misschien minder herinvestering nodig en heeft ook minder mogelijkheden om gewoon kapitaal op een behoorlijke wijze in te zetten dan een jonge onderneming die net in het eerste jaar winst begint te maken. Dus ik juich die flexibiliteit hier toe. Tegelijkertijd, die open normen brengen wel met zich dat je maar bestuurder moet willen zijn van zo'n onderneming, want je moet daar toch een belangrijke toets aan leggen. En juist op dat criterium vind ik wel dat de omschrijving nu wat onduidelijk is met gereden twijfel en meer dan gereden twijfel dat je moet hebben, wil je je goedkeuring kunnen onthouden. Ik voorzie wel dat daar veel discussies en tegenstellingen zouden kunnen gaan ontstaan met aandeelhouders. En vanuit dat perspectief is wat meer guidance of misschien toch wat het verder uitbreiden van de verantwoordelijkheid van het bestuur. Simpelweg, als het bestuur geen goedkeuring geeft, dan gaat die dividenduitkering niet plaatsvinden. Nou, daar is op dit moment ook wel jurisprudentie over. Als een bestuur die lijn kiest, zonder dat hij op enig moment in staat is om uit te leggen waarom die al dat dividend oppot, dat er dan toch eventueel bij een rechter gedwongen kan worden om tot uitkering over te gaan. Helder, Sjoerd. In ieder geval, dit is al wat hier, ik zie al heel veel aanknopingspunten om dit even weer verder uit te diepen. Maar ik wil ook even naar Jos. Heb jij nog een eerste reactie, op de keuzes? Of op de,
Ja, dankjewel Stefan. Ja, er zijn al hele interessante dingen gezegd. Wij kijken, of in ieder geval, ik kijk er toch wel iets kritischer naar om de volgende reden. Het voorstel gaat, en het voorontwerp zoals het nu is opgeschreven, gaat uit van het idee winst maken is minder belangrijk. Hè, staat op de tweede plek en maatschappelijke impact is op de eerste plek. Dus als de maatschappelijke missie gaat voor winst maken en aandeelhouders stappen in niet om winst te maken, maar om een maatschappelijk doel te realiseren. Waarom bestendig je dat dan niet hè, met een winstklem? Dus dat is één. Twee is ook de vraag of die 50% of dat nou echt een onderscheidende grens is waar vanuit geredeneerd wordt op dit moment. Volgens mij vorig jaar 2019, 2 jaar geleden alweer, bleek het cijfers dat in het Nederlandse MKB in ieder geval gemiddeld maar 30% wordt uitgekeerd sowieso, hè, MKB breed. Dus de vraag is wat die 50% grens dan betekent. Daar heb ik wel wat vragen bij. En dat is denk ik een eerste opmerking. Ik heb nog twee punten die iets specifieker zijn, die ik in dat deel van het voorontwerp zie staan over winstbestemming. Maar dit is misschien even als eerste voorzet. Ja, precies. Want als ik het jullie zo hoor, ook Sjoerd en Maurits, van het is nog wat vaag. Dus waar begin je? Waar begin je aan of zo? Hè? Dus hoe. Goed, een wat bredere discussie is, moet je het zo flexibel mogelijk houden of juist wat vaster. Maar ja, als er wordt gekozen voor open normen, hoe zou je dat dan toch handzamer kunnen maken? Om het zo maar te zeggen, dat inderdaad investeerders, bestuurders, aandeelhouders weten waar ze aan toe zijn. Is dat een kwestie van jurisprudentie opbouwen? Zijn er nu al slimme dingen te bedenken? Ik kan daar wel wat over zeggen. Ik denk dat je dit in de praktijk inderdaad moet opbouwen. Ik denk alleen dat er echt één kernpunt zit. Als je een open norm introduceert, moet je degene die open norm moet aanleggen ook daadwerkelijk het besluit moeten laten nemen over die open norm. En daar zit wat mij betreft toch nog wel een beetje een weeffout in het voorstel. Kan je dat wordt nog een beetje uitleggen? Open norm geprojecteerd, die maar onder zeer beperkte omstandigheden mag worden ingevuld door het bestuur. Even kijken of ik dat goed heb begrepen. Dus ik heb hem. Kan je het nog één keer proberen toe te lichten? Ja, nou wat er nu is voorgeschreven, dat het bestuur moet toetsen of het ten koste gaat van, nou heel kort gezegd, de maatschappelijke doelstelling. Maar die mag alleen ingrijpen op het moment dat er meer dan geredene twijfel over die conclusie is. En dan ga je dus eigenlijk twee open normen op elkaar leggen om tot één besluit te komen. Helder. En dat zeg je, dat is onhandig. Onnodig, wat mij betreft. Dus of je geeft hier echt een verantwoordelijkheid aan het bestuur en gaat het niet aan de achterkant weer inperken. Of je zegt, nee, ik geef geen verantwoordelijkheid aan het bestuur. Dit is wat de aandeelhouders moet doen. En die moet deze open norm toepassen. Helder. Hoe zie jij dat, Maurits? Ja, daar ben ik het wel mee eens, denk ik. Het zou prettiger zijn en ook zo makkelijker voor het bestuur om te manoeuvreren als zij inderdaad aan de noodrem kunnen trekken. Als zij niet de mening van de aandeelhouders delen dat het doel voorop staat bij het doen van de uitkering. In plaats van zo'n extra laag aan. Die drempel eigenlijk hoger leggen voor het bestuur dan voor de aandeelhouders. Daarmee creëer je in ieder geval een iets meer level playing field tussen het bestuur en de aandeelhouders. Wat natuurlijk een van de. Misschien de doelstelling is van deze wetgeving. Ja, dat is ook nog de verhouding aandeelhoudersbestuur is ook nog een thema. Wat later in de sessie terugkomt. Ik wilde nog even misschien kijken naar de. Er wordt ook gesproken over een maatschappelijke reserve. Dat geld wat dan niet uit wordt gekeerd, dat komt dan niet automatisch in een maatschappelijke reserve. Volgens mij is dat nieuw. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat werkbaar? En zo niet, hoe zou het beter kunnen? Wat mij betreft alle drie even een reactie, als je wil. Sjoerd, begin ik even bij jou beneden. Ja,
Ik zou meer pleiten, en ik zie toevallig nu ook dat het in de chat naar voren komt door Josephine, maar ik zou ervoor willen pleiten dat er toch een verplichte investeringsbegroting gemaakt gaat worden ten behoeve van de realisatie van die maatschappelijke doelstelling, zodat dat een eikpunt kan zijn voor de bepaling of je dividend wel of niet kan uitkeren. Het hebben per se van een maatschappelijke reserve, dat zou ik juridisch niet opleggen, vanuit mijn perspectief. Oké, okay, dus is jouw advies van, haal dat weg. Maurits en Jos? Ik heb daar niet een specifieke mening nog over, ook nog niet over nagedacht. Dus ik sla hem even over. Helder. Nee, hetzelfde geldt voor mij, Stefan. Ik denk misschien nog even een puntje. Ja, iedereen zegt wij kunnen de chat niet zien. Dat helder. Wij wel, maar dat is inderdaad onhandig. Ik ga aan de instellingen sleutelen ondertussen. Ja, dus degene die chat moet het sturen naar iedereen. In plaats van naar alleen de panelist. Dus dat is even aan panelist en attendees. Ja. Oké, misschien ook, ook gezien de tijd. Ja, als we even naar dit thema gaan, Josse, je had ook nog een paar punten, hè, van wat zijn jullie inziens de belangrijkste adviezen aan het ministerie om dit onderdeel van het wetsaanzet beter te maken? Ik realiseer me dat het allemaal in een korte tijd een grote vraag is, maar ik ga jullie toch vragen een poging te doen. Jos, kan ik dan naar jou? Om te beginnen. Ja, zeker. Nou, ik denk de belangrijkste opmerking, maar eigenlijk meer een vraag is aan de wetgever. Onderbouw nou eens iets beter waarom je geen winstklem inbouwt. En dat is ook even tegen de achtergrond van het denkproces wat heeft geleid tot het huidige voorontwerp, waar de hele tijd toch wel van een winstklem werd gesproken. En op zich denk ik dat het ook heel goed is om na te denken wat voor mechanismen in het voorstel ook misbruik van kwaadwillenden voorkomt. Dus daar moet je, of je het nou wendt of keert, toch aandacht aan besteden. En een winstklem kan daarbij helpen. En uiteraard moet het niet demotiverend zijn voor financiers en investeerders. Dus daar moet je zeker ruimte voor houden. Maar je moet er ook rekening mee houden dat een vage norm van 50%, die bovendien niet getoetst kan worden achteraf, dat misschien weinig onderscheidend is. En leg het in ieder geval goed uit wat de bedoeling ermee is. Helder punt. Maurits? Waar we het over hadden, ik denk inderdaad dat het zinvol zou zijn om die extra of die dubbele toets bij het bestuur weg te halen. Ja. Ik denk dat het, en daar wordt op zich al op gehint, dat het heel goed zou zijn als in de memorie van toelichting eens even wat meer informatie wordt gegeven over hoe we die open normen dan voor ons moeten zien en waar dan zal aan gedacht moet worden door het bestuur, CQ de aandeelhouders. Dat zou al iets van guidance geven. Dat dat echt wat mij betreft de belangrijkste takeaways zijn. Verder ben ik, zoals eerder gezegd, op zich wel blij met iets meer flexibiliteit. Ook vanuit het perspectief dat ik vaak investeerders bijsta. En ik ben wel bang dat als je het, wat ik al eerder aangaf, te restrictief maakt. Hè, dat je een hoop investeerders afschrikt. En daarmee de kans van slagen voor de onderneming dusdanig beperkt. Hè. En de optiek van level playing field. Dat vind ik überhaupt nog wel lastig aan dit voorstel. Natuurlijk, de herkenning is zinvol, is waardevol, kan uiteindelijk een voordeel opleveren. Maar verder zitten er niet heel veel voordelen aan, wat mij betreft, voor de ondernemer. Terwijl je wel een hoop rapportageverplichtingen en andere restricties op je neemt, wat fijn is. Maar ik zou dat dan wel willen beperken, gezien het beperkte voordeel wat er verder aan zit. Helder. Helder. Nou, Sjoerd, aan jou ook de vraag van wat zou het ministerie nog willen meegeven? Misschien wel hoe zou die guidance eruit kunnen zien? Dat is natuurlijk de gouden vraag. Ja,
Nou ja, kijk, ik ben dus ook groot voorstander van die flexibiliteit. En mijn ervaring van mijn praktijk, en ik sta ook veel social impact investeerders bij, maar ook veel social impact ondernemers en ook die al wat verder ontwikkeld zijn. Die geven gewoon aan dat de winstklem voor hun een dealbreaker is om überhaupt te overwegen dit middel te gaan gebruiken. En ook weer om de reden dat dat aanneemt dat er een tegenstelling is tussen winst en maatschappelijk resultaat. Dus ik zou voort willen gaan op dit pad. Ik zie een uitwerking, de bestuur echt een daadwerkelijke beslissingsverantwoordelijkheid geven. En twee, ik zou ervoor willen pleiten om een jaarlijks budget te laten maken voor de investering die benodigd is om de maatschappelijke resultaten te realiseren, waar dan vervolgens in de rapportage ook aan kan worden gerefereerd en teruggekoppeld. En ik denk dat dat, als je dat een aantal jaar doet, veel meer guidance geeft en veel meer uitleg ook geeft waarom een bestuur en een aandeelhouder op een bepaald moment tot een dividenduitkering over. Helder. Ik heb er veel van geleerd, wel inhoudelijk natuurlijk weer, maar als ook met name hoe we met z'n allen goede feedback naar het ministerie kunnen geven. Dank Jos, Maurits en Sjoerd voor deze ronde. Gaan we naar de volgende vraag rondom transparantie. Mark, geef ik jou het woord om die kort te introduceren en we doen dat met Carlijn, Piotr en Josephine. Ben je er, Mark? Ah, je staat op mute. Ja. Precies, ik was al begonnen, maar ik sta op mute. Dat werkt natuurlijk niet. Interessante discussie. En met een aantal van de dingen die nu aangeraakt zijn, komen ik later vanzelf weer bij de andere grote vraag naar voren. Wat betreft transparantie, er zijn eigenlijk twee dingen, denk ik, die daar belangrijk in zijn. Ik zal beginnen met de eerste. En dat gaat over het maatschappelijk jaarverslag. Daar zit dat parallellen. En het tweede is transparantie überhaupt in de breedte. Dus ik wil heel graag eerst even focussen op dat maatschappelijk jaarverslag wat er nu wordt naar voren komt in de teksten. En de eisen daaraan. En daar zit ook een bepaalde paralleliteit met de discussie van winstuitkering. Want ja, ook dat zijn open normen. Waar moet je nu aan voldoen eigenlijk? En ook als bestuurder en ondernemer. Dus ik zou eerst even snel een rondje willen maken. Begin gewoon bovenaan bij Carlijn. Van wat vinden we van wat er nu staat? Er staat ook zelfregulering in de tekst over dat maatschappelijk jaarverslag. Carlijn, mag ik jou daar het woord over geven? Ik zit ook nog op mute. Ja. Ik maak dezelfde fout. Sorry, ja. Excuus. Als ik het stuk over de verslaglegging maatschappelijk jaarverslag lees, dan vind ik het redelijk sumier stuk. Dat is als eerste wat me opvalt. En daarbij valt me ook op dat ze eigenlijk helemaal geen inhoudelijke normen willen leggen aan deze verslaglegging. En verder zeggen ze wel van dat er in het wetvoorstel nog van alles verplicht kan worden. Maar wat het dan precies is, dat staat ook open. Nou vind ik het heel goed eigenlijk in parallel inderdaad met vraag 1 om ook ruimte te geven voor zelfregulering en te kijken van goh, nou waar zitten dan de onderwerpen waarover meer en minder wordt verteld per onderneming. Maar ik denk wel dat het goed is om iets meer haken en ogen te geven aan deze verslaglegging, zodat er wat meer duidelijkheid komt over waar die transparantie dan op zit, juist omdat het ook zo ontzettend belangrijk is voor de stakeholders. Ik vind het wel heel goed dat ze een groot verschil maken tussen de micro-ondernemingen en de kleine ondernemingen en de wat grotere ondernemingen. Omdat ik inderdaad denk dat als je net op microschaal begint, dat het de verslaglegging er dan heel anders uitziet dan bij een grotere onderneming. Dus dat is wat mij opviel over het kleine stukje tekst qua transparantie in de aanzet. Wat zijn de top twee dingen die je zou toevoegen aan de tekst? Even denken hoor. Nou ja, ik zou het wat meer kaderen. Ik zou dus wat meer punten geven hoe ziet die transparantie eruit? Hoe ziet die verslaglegging eruit? Wat zijn de kernelementen waarop je wilt dat er in ieder geval gerapporteerd wordt? En om daar toch ook wat meer handvaten aan te geven. Juist ook misschien wel aan de snel groeiende ondernemingen die daarin nog zoekende zijn. Dat ze daarin wat meer handvaten hebben. Piotr, mag ik naar jou gaan? Zeker. Als fiscalist mag ik nu wat gaan zeggen over maatschappelijke verslaglegging. Dus dat is wel mooi. Ik heb gelukkig wat goede input ook van een collega gehad. En het valt inderdaad op dat de invulling grotendeels is opengelaten.
een hele verstandige opmerking van een collega, tenminste ik denk dat die heel verstandig is, vond ik dat op het moment dat ze die verslaglegging verder gaan uitwerken, hè, want dat is ook volgens het consultatiedocument de bedoeling, om dan niet zozeer te focussen op het behalen van de doelstelling. Stel dat namelijk de doelstelling is om het geluk in Nederland te vergroten. Ja, dat is heel moeilijk om te meten, maar om dan meer eerder aan te sluiten bij de output die wordt geleverd. Nou, dat vond ik wel een hele verstandige. Dus ik denk dat dat een lijn is die wel goed is om mee te nemen in de verdere uitwerking. En inderdaad, ik onderschrijf geheel de opmerking van Carlijn om goed te kijken van hoe groot is de onderneming waar je iets van vraagt. En dan ook langs de schakering die we al kennen van middelgroot, micro, klein, et cetera, om langs die lijnen te verschillen van hoeveel je vraagt. Goed, Josephine? Ja, hartelijk dank. Ik heb mij even afgevraagd, de ondernemingen waar ik bij betrokken ben, wat rapporteren die eigenlijk op het punt van impact en doelstellingen? En dan zie je toch bij ondernemingen eigenlijk een hele consistente lijn. En dat is dat ze nog eens even helder uiteenzetten, wat is ook alweer het doel wat we willen behalen? Hoe willen we dat behalen? En wat zijn dan de resultaten die we hebben behaald? En hoe hebben we daarover afgestemd met onze belangrijke stakeholders? En hoeveel geld hebben we daaraan besteed? Dus wat dat betreft, in de punten 13 en 14 van het voorstel, is het uitermate summier. Maar in de praktijk zijn er hele goede voorbeelden en consistente lijn hoe organisaties daarover rapporteren. En ik denk dat het voorstel aan kracht wint als het aansluit bij die praktijk en op een of andere manier, en dan wat mij betreft niet in de memorie van toelichting, daar komen we misschien straks nog even op terug, wel deze best practices aanreikt aan het veld. En hoe wordt dat, hoe kan dat aangereikt worden? Nou, ik zei net al eventjes, de memorie van toelichting vind ik daarom ongelukkig, omdat die wordt één keer geschreven. En die kan je nooit meer herschrijven, dus dat is het dan. Dus we zouden bij voorkeur kunnen zoeken naar een instrument wat meebeweegt met de ontwikkelingen, ook op dit vlak, hè? Want dat maatschappelijk jaarverslag gaat zich doorontwikkelen. Nou, dan heb je aan de ene kant een mogelijkheid om aan te sluiten bij regelgeving rondom de jaarverslag. Geving, hè? Dat is in het reguliere ondernemingsrecht, zou je misschien ook daar een kleine tweak voor deze ondernemingen kunnen maken. Een andere mogelijkheid is, op het gevaar af voor eigen parochie te spreken, om toch een soort van AMVB aan de regeling te koppelen, waarin je dan verwijst naar best practices in de vorm bijvoorbeeld van een code. Ja, oké. Okay. Ik, super interessant. Carlijn, Piotr, willen jullie hier nog op reageren? Anders ga ik even door naar de bredere transparantie. Ik zie geen reacties. Als Social Enterprise NL, hè, wij hebben natuurlijk altijd ook vanuit de internationale definities gezegd, ja, die transparantie is heel belangrijk. Hè. Je wil als maatschappelijk georiënteerd bedrijf in gesprek kunnen zijn met al je stakeholders, met je belanghebbenden, met je doelgroep. En als wij naar het voorstel kijken, denken we van ja, is die transparantie niet ook veel groter of breder in ieder geval te maken of ruimer te maken dan puur de maatschappelijke resultaten? En daar wil ik graag ook wat over horen. Van hoe zouden we die bedrijven gewoon opener kunnen maken en transparanter? En hè, dus dat ze makkelijker in gesprek gaan, dat ook belanghebbenden die gewoon belangstelling hebben daar en klanten, dat ze er meer van kunnen zien. Piotr, mag ik jou vragen daar wat over te zeggen? Ja, zeker. Want dat is ook waar hoe ik hier meer naar deze transparantie heb gekeken. En ik dacht, wat is nou een goede manier om te kijken van wat voor transparantie er gevraagd kan worden? Dus ik heb het eigenlijk gelegd naast de werkdefinitie zoals die ook is gedefinieerd in het onderzoek van Nijenrode en KPMG. Ben ik eigenlijk de punten afgelopen en mijn conclusie is min of meer dat stakeholdersbeleid, dat is denk ik een hele belangrijke om die transparant te hebben en ook duidelijk te hebben. Ook weer afhankelijk van de grootte van de onderneming, wat je daar dan in vraagt. Dus dat wordt geïdentificeerd van wie zijn de stakeholders, hoe belangrijk zijn die stakeholders, hoe vaak ga ik met die stakeholders in gesprek, op wat voor manier kunnen zij invloed uitoefenen, dat
zeg maar, duidelijk is en ook open naar buiten toe wordt gecommuniceerd. En een tweede element is een vorm van registratie van de uiteindelijk belanghebbende. Dit is een registratie die onlangs is geïntroduceerd in het Nederlands Handelsregister, om uiteindelijk belanghebbende te registreren. Nou, dat is een openbare vorm waar we wel een hoop bedenkingen bij zijn, maar een meer besloten vorm zou passend kunnen zijn om duidelijk te maken wie zijn nou de mensen die achter een sociaal onderneming zitten. En dat gaat zowel om economisch eigendom, dus gerechtigheid tot vermogen, et cetera, als ook om zeggenschap. Ik denk dat een belangrijk element is om transparant over te zijn en dat ook hier zou kunnen helpen om dat te introduceren. Verder denk ik dat, dat het winst- en reservebeleid belangrijk is om ook open en transparant over te communiceren. Ja, en de verslaglegging. En volgens mij worden dan eigenlijk alle elementen in de definitie wel gedekt, ook vanuit transparantieperspectief. Ja. Marleen, mag ik jouw perspectief daarop vragen? Ja, ik denk dat het met name Piotr's eerste punt sluit ik me heel erg bij aan, namelijk het stakeholdersbeleid. Omdat ik denk dat in de praktijk heel erg belangrijk is en dat je daar ook uiteindelijk heel veel impact mee maakt. Maar dan kom je ook alweer een beetje, leun je naar vraag 3 toe natuurlijk, inderdaad. Omdat je dan over de positie van de aandeelhouder en hoe kan je de stakeholders daar meer betrekken. Maar ik denk wellicht als de transparantie op het gebied van het stakeholderbeleid wat meer vast wordt gelegd, dat er ook wat meer waarde wordt gehecht aan die stakeholders. En dat je op die manier een bepaalde positie kan geven, alleen enkel al door heel transparant te zijn naar aanleiding van dat stuk. Dus ik vind het stakeholdersbeleid nogal ondermatig belicht in de aanzet. Oké. Josephine, jouw reflectie hierop? Ja, kijk, wat mij betreft is het belangrijk dat er transparantie is over de essentiële thema's die een sociaal ondernemer tot een sociaal ondernemer maken. En wat zijn die? En die heeft Pulter eigenlijk net heel duidelijk ook opgesomd. Dat is de stakeholders, de belanghebbenden en de zeggenschap van die belanghebbenden, de impact en het winst- en reservebeleid. En als over die thema's namelijk geen transparantie bestaat, dan kun je ook niet met de onderneming of met de bestuurders het gesprek aangaan over de vraag of de onderneming wel een BVM is. En dan kom je, en dan is een bruggetje naar vraag 4, dus hier stop ik ook. Dan heb je meteen het vraagstuk op de plank. En in hoeverre kunnen we dit dan borgen of afdwingen? Ja. Dus die thema's, daar zou wat mij betreft transparantie op moeten worden gecreëerd. Hartstikke goed. Nou, dat is zeker een mooi bruggetje. Ik denk dat we doorgaan naar vraag 3. Ja, ik ga het klaarzetten. We zitten helemaal on track. En dat er wat overlap is natuurlijk alleen maar positief. Want we hebben nu ook weer 3 nieuwe sprekers, reflectoren. Nou ja, Carlijn die wordt even doorgezet, zie ik, deze discussie. Maar we hebben natuurlijk al een aantal opstapjes gehoord, hè? De positie van de aandeelhouders, zowel natuurlijk bij de winst- en winstuitkeringsbepalingen, de besturen ten opzichte van de aandeelhouders en ook in de transparantie. Het is natuurlijk, als de maatschappelijke missie voorop staat, dan is het natuurlijk toch een beetje moeilijk als de aandeelhouder almachtig is. Ja, en eigenlijk als AVA gewoon uiteindelijk toch gewoon kan doen en laten waar hij zin in heeft. Dat is ook weer een soort van bruggetje naar de volgende vraag. Maar ergens is een beetje natuurlijk een thema, hoe kan je inderdaad de andere stakeholders wat minder op ongelijke voet zetten, om het dan maar zo te zeggen, met andere aandeelhouders. En ja, de bestuurder is bij het MKB natuurlijk best een moeilijk vraagstuk, vind ik. Er zijn natuurlijk gewoon ondernemers die 5% van de aandelen bestuurder zijn en eigenlijk relatief weinig te zeggen over hun bedrijf. Er zijn natuurlijk ook MKB'ers die directeur groot aandeelhouder zijn en meer dan 50% nog hebben. Dus dat is een heel ongelijksoortig beeld. Maar ik zou even terug willen grijpen op de eerdere discussie. Hoe kunnen we die bestuurder dan wat meer plek geven ten opzichte van de aandeelhouders? Feitelijk wetende dat in de BV natuurlijk de AVA de bestuurder benoemt. Ja, dus dat er niet een onafhankelijk gremium eigenlijk is.
En ik weet dat Jurjen natuurlijk vanuit de kliek ook met steward ownership dingen bezig is geweest. Dus ik wil even eindigen bij Jurjen en even beginnen bij Maurits. Nou, heb ik steward ownership geïmplementeerd bij de kliek. want dat is op zich... Ja, daarom, ik refereer er even naar, want dat is natuurlijk ook weer een soort van outlier in het brede veld. Ja, het is een wat extremere variant van sociaal ondernemerschap verankeren in je organisatiestructuur. Waarbij eigenlijk twee elementen voorop staan. Profit serving purpose. Hè, dus dat de impact maken voorop moet staan. Nou, dat zit op zich in het voorstel ook verankerd. En hoe je dat dan implementeert is ook wel weer flexibel. Wel vaak met maximale uitkeringen richting aandeelhouders. Het andere element is wel wat extremer dan de BVM. En dat is dat je eigenlijk het stuur van het bedrijf in handen geeft van de stewards. En de stewards, dat zijn... Ja, figuren die de maatschappelijke missie van het bedrijf een warm hart toedragen. En belangrijk aspect, die niet financieel gedreven zijn, of in ieder geval maar in beperkte mate. En dat doe je vaak door verschillende soorten aandelen te maken, waarbij je dan die stewards aandelen geeft met stemrecht, maar geen winstrecht in een van de varianten. En je geeft investeerders aandelen waar wel beperkt winstrecht op zit, maar daar knip je gewoon eigenlijk de invloed van af. En zo... borg je dat die missie altijd voorop blijft staan en dat ook de figuren die invloed kunnen uitoefenen niet gecorrumpeerd worden door financiële motieven op een later moment. Ja. Dat is natuurlijk hier, hè, als je het bestuur wat meer macht geeft en die bestuurder is zelf ook aandeelhouder, dan kan dat natuurlijk zo zijn dat hij op een gegeven moment toch het belangrijker vindt dat hij uiteindelijk een groter huis kan kopen dan dat die missie voorop blijft staan. Een ander aspect is natuurlijk dat uiteindelijk die bestuurder gewipt kan worden door de aandeelhouders. Dat hebben we recentelijk nog bij Danone gezien. En dan staat het er ineens weer heel anders voor. Ja. Dus, en misschien nog een ander interessant aspect aan steward ownership is dat je vaak ook een... daar wordt op zich ook wel gehint in de toelichting. Een soort golden share model hebt of een gremium wat eigenlijk als een soort... noodrem fungeert om de missie intact te laten. Dus als er hele belangrijke beslissingen moeten worden genomen die bijvoorbeeld zien op het overboord gooien van de BVM-constructie of anderszins de statuten wijzen of dingen doen die potentieel de missie met voeten treedt, dan zou je dat aan zo'n onafhankelijk orgaan kunnen voorleggen. En ik heb daar op zich toch wel oren naar dat je een mission board of een ander concept introduceert, hè? Misschien als optie, misschien als plicht. En dat als je zo'n board hebt, hè, dat je bijvoorbeeld de vraag of je uiteindelijk de BVM overboord gooit, daar kom ik natuurlijk straks nog op, dat je dat voorlegt aan zo'n board in plaats van aan de rechter. Ja. Maar goed, ik denk wel, hè, we hebben het nu over de BVM en in principe, het is een BV, dus je kan natuurlijk altijd een stichting boven zetten met een golden vote en dat soort dingen. Maar we zoeken nu eigenlijk in de BVM zelf natuurlijk naar, van hoe kan je die almacht van de aandeelhouder wat in de BVM zelf wat beperken. Mm-hmm. Mag ik jouw reflectie daarop hebben? Je zei zelf net ook al dat je in principe op dit moment wordt het natuurlijk redelijk goed geborgd doordat je een stichting erboven zet met een prioriteitsaandeel die daarop stuurt en die daarop borgt. Dus dan heb je een soort impactcommissaris die gewoon die sturing houdt. Dus mocht er dan... in de statuten leg je dan vast waarop dat prioriteitsaandeel allemaal wel en niet een voordeelstem heeft. En dat is in principe natuurlijk een heel goed werkend mechanisme. Het is wel zo dat op het moment dat je een BVM hebt, dan hoef je die stichting er niet per se meer naast te hebben om een soort social enterprise structuur aan te houden. Dus dan zou je dat inderdaad binnen de BV zelf moeten doen. En aangezien de aanzet volledig uitgaat van zelfregulering, zou je daar dus iets voor moeten verzinnen. En wat dat dan kan zijn, ik las dat jullie het vergelijkbare wilden trekken met die Franse commissie hoe noemen ze dat ook weer? Société à mission. Ik ben niet zo heel goed in Frans, maar in ieder geval. Dus dat zou een van de opties kunnen zijn. Het is en blijft zelfregulering. Dus het zou iets moeten zijn wat je zelf als BV dan gaat oprichten. Dus het zou een raad van advies, noem het een raad van impact noemen.
moeten zijn en dat zou je dan zelf moeten aansturen. Ik denk persoonlijk dat er wel iets meer wettelijke kracht achter mag zitten. Omdat op dit moment, als je die BV-stichtingsstructuur hebt, dan heb je natuurlijk heel duidelijk een extern orgaan wat sturing heeft los van de BV. En BV stuurt zichzelf natuurlijk op het moment dat je daar zelf een raad inzet. Dan zal zo'n BV dat zelf moeten oprichten. Ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren dat heel goed borgt. Als je dat, het is een beetje, ik denk dat er te weinig kracht achter zit, laat ik het zo zeggen. Dus ik zou zeggen dat er wel iets externs geregeld zou moeten worden voor die positie van die aandeelhouder. Dat er iets van een, ja, toch een prioriteitsaandeel zou moeten zijn voor impactgerelateerde zaken, zoals het stakeholder management en zoals andere belangrijke beslissingen die genomen moeten worden binnen BVM. Ja, ja, ik weet niet wat wij precies wel of niet willen. Dat Franse model vinden wij ook wel slapjes. En eigenlijk, hè, wij hebben natuurlijk veel ondernemers die inderdaad met zo'n stichting met een golden vote-achtige dingen werken. Maar ik heb niet de indruk dat heel veel mensen daar blij van worden. Of ze er een tijdje blij van. Of, hè, dus liever zouden we juist dingen in de BVM zelf brengen. Zodat die toch complexe structuren minder nodig zijn. Jurjen, mag ik jouw reflectie daarop horen? Zeker. Wat ik leuk vind aan het voorstel en wat ik terugzie in het voorstel, ik wil eigenlijk een beetje aan de andere kant gaan zitten, juist van wat binnen het voorstel en wat binnen het kader in Nederland hebben we nu. Namelijk wat ik aantrekkelijk vind, is dat er dus voor een flexibel model is gekozen en voor weinig institutie. En daarom zat ik zelf na te denken van ja, hoe zou je nou, inderdaad zoals jij zegt, hè Mark, hoe zou je nou tegenwicht kunnen organiseren en het bestuur faciliteren om een aandeelhouder die je toch even anders wil en toch meer financieel gericht of te financieel gericht wordt, hoe je dat zou kunnen faciliteren. En dan denk ik dat wat je ziet is dat er dus gekeken wordt naar transparantie, hè, doordat winst- en reservebeleid transparant te maken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Transparantie en open norm. Maar wat ik nog zag is, je zou eigenlijk de aandeelhouder wat meer verantwoordelijk willen maken, ook voor de beslissing die hij uiteindelijk ook neemt voor de winstuitkering. En binnen het enquêterecht en ook wel het ondernemersrecht in zijn geheel, heb je natuurlijk de redelijkheid en billijkheid van artikel 2.8. En je hebt bijvoorbeeld bij tegenstrijdig belangsituaties, heeft de rechter aangenomen, nou, dat zit daar een bijzondere zorgvuldigheidsplicht in om die tegenstrijdig belangen uit elkaar te halen. Zo zou je ook in de jurisprudentie dus een norm kunnen ontwikkelen, en die zou je ook kunnen vastleggen in de memorie van toelichting, is dat aandeelhouders dus een bijzondere zorgplicht hebben bij een BVM om extra oog te hebben voor de maatschappelijke doelstelling bij alle beslissingen die ze nemen. Dat is één. En daarnaast denk ik dat je ik ben er nog niet helemaal over uit of je nou inderdaad, want dat zit er dus duidelijk niet in. Hè? En op punten is dat te licht, denk ik. Maar of je een toezichthouder of een rechter een wat grotere rol moet geven, dus wel een externe instelling bij bepaalde beslissingen. En ik denk dat, kijk, wat er wel ook in het voorstel doorklinkt, en dat vind ik wel goed uitgedacht, is dat als dus een uitkering niet oog heeft voor het lange termijn maatschappelijk belang, dat ook de nietigheid kan worden ingeroepen. En zo zou je natuurlijk ook in de transparantiesfeer, maar ook in, je zou de rechter een bepaalde rol kunnen geven in het ter discussie stellen van het winst- en reservebeleid, bijvoorbeeld als dat te financieel wordt. Ja, wij hebben natuurlijk een beetje, dat zie je natuurlijk ook bij de corporate governance code. Weet je, als je zegt, nou ja, dat is allemaal, hè, je moet als belanghebbende naar de rechter stappen om iets tegen te houden, dan is het al een soort van bijzondere omstandigheid die bijna nooit gaat voorkomen. Dus het liefst wil je dingen natuurlijk toch meer inorganiseren zoveel mogelijk. Ja, maar, dat is natuurlijk zo. Ja.
Carlijn, we gaan door naar de volgende. Ik wil even Carlijn en Maurits laatste woorden geven op dit onderwerp. Ja, ik ben het met Jurjen eens dat het heel mooi is dat het allemaal heel open is, deze BVM aanzet. Maar wat ik wel vind, is dat ik denk dat als je echt een heel onderscheidend entiteit wil maken, waarbij je dus echt een soort eigenlijk keurmerk geeft van, joh, wij zijn maatschappelijk, dat je daar best wel wat normen in mag zetten en dat je daar best wel wat meer leidend in mag zijn. Omdat ik vraag mij anders dan zelf heel erg sterk af, wat voegt het precies juridisch toe aan wat er bestaat? En dat zou ik dan gemiste kans vinden. Dus in die zin denk ik inderdaad dat er wel wat meer normen in mogen staan. Maurits? Ja, ik denk dat het toch inderdaad wel zinvol zou kunnen zijn. Want anders gaan denk ik een hoop ondernemers alsnog weer met zo'n prioriteitaandeel werken. Hè. Dan ga je hem gewoon pimpen met allerlei toeters en bellen, de BVM. En dat kan natuurlijk, dat is op zich prima. Maar dat de mogelijkheid van een apart orgaan, hè, wat dan speciaal die missie in de gaten houdt, hè, dat kan natuurlijk. Hè. Net zoals een raad van commissarissen zou je een ander orgaan in het leven kunnen roepen met specifieke taken en bevoegdheden. Dat op zich wel interessant zou kunnen zijn om toe te voegen. En ook een betere balans zou kunnen creëren tussen toch nog steeds de vrijmachtige aandeelhouder en het bestuur. Ja. Hartstikke goed. We gaan, dank jullie wel. En ik wil daar denk ik misschien nog even kort aan toevoegen, maar ik neig daar ook wel naar. Maar ik wilde toch ook even de kant belichten van wat kan er al, zeg maar, binnen het huidige kader, wat zou er daar aan toegevoegd kunnen worden. En ik denk zeker bij, het is misschien een bruggetje naar het volgende onderwerp, bij de belangrijke veranderingen en beëindiging, zou zo'n orgaan een belangrijke rol kunnen spelen. Ja. Eens. Ja, nou, we komen straks in het allerlaatste onderwerp bij de controle natuurlijk ook nog wel over dit soort dingen te spreken. Ik zie een aantal dingen in de chat langskomen. Denk, nou, dat komt op vraag 5 zeker weer naar voren. Stefan, wij gaan door naar ontmantelen en uittreden. Jurjen blijft, Piotr en Maurits hebben we nu. Ja, er zijn natuurlijk twee grote vragen, denk ik, die heel erg spelen bij dit onderwerp. Eén is van, ja, eens een BVM, altijd een BVM. Dat is natuurlijk een vraagstuk wat voor alle stakeholders heel belangrijk is. En wat je eigenlijk liever niet wil, is dat iemand een tijdje BVM is, omdat het uitkomt en dan weer niet en dan weer wel. Dus dat gaat over het ontmantelen. En uittreden is een ding wat voor ondernemers natuurlijk heel belangrijk is. Hoe ga je nou eigenlijk om met je pensioen? Want er hebben natuurlijk heel veel MKB-ondernemers die zeggen, ja, ik werk 3 jaar voor 0 euro en dan krijg ik daarna een klein salaris, het bedrijf groeit, maar uiteindelijk is dat bedrijf een pensioen. Ik moet toch ook gewoon dat bedrijf kunnen verkopen. Ik wil echt graag eerst even de ontmanteling behandelen. Eigenlijk staat er nu in het voorstel, ook voor de luisteraars, je kan ontmantelen en als iemand bezwaar heeft, kan hij naar de rechter gaan. Dat is natuurlijk best wel een lichte, het is makkelijk om dat te doen onder het motto, nou, we zien wel of iemand naar de rechter stapt en dat gaat ook niet zo vaak gebeuren. Hoe kijken we daarnaar? Ik wil eigenlijk gewoon maar even van boven naar beneden. Jurjen. Ja, ik vind dat in dit geval dus best wel een inderdaad wat jij zegt. Dat moet dan wel gebeuren en dan moet je dus naar de rechter. Een alternatief is om daar dus inderdaad meer zoals, misschien dan in Frankrijk met die comité en in Engeland met een aparte toezichthouder of organisatie, om daar dan toch een toets op te doen. Zonder van tevoren en om daarmee te valideren en niet belanghebbenden te verplichten om daar terug te komen. Aan de andere kant denk ik wel dat als je verzet doet, ik vraag me even af hoe in de praktijk, je gaat kosten maken, dat sowieso. En dat moet er wel, je zou als belangenvereniging daar een bepaald potje voor kunnen hebben. Maar niet iedereen heeft dat. Dus dat is een implicatie daarvan. Piotr? Ja, ik denk dat dit wel een heel belangrijk aspect is. Want op het moment dat je zonder enige beperking je BVM-status kan afschudden en door kan als gewone BV, doet dat heel erg afbreuk. En ook als je hem kan liquideren zonder dat er een beperking zit. Dus zoals hij nu is hij denk ik wat te licht. Misschien dat er ook wel een oplossing ligt in
het stakeholderbeleid. Hè, dat als de stakeholders goed zijn geïdentificeerd, dat in ieder geval die moeten worden betrokken in een gesprek voordat er over kan worden gegaan tot een liquidatie of een omzetting of een fusie, et cetera. Misschien dat daar een variant in ligt, of dat toch een verplichte toetsing, net als bij de omzetting van een stichting, moet worden geïntroduceerd op het moment dat de BVM overgaat naar liquidatie of in ieder geval afschudt, de maatschappelijke modaliteit afschudt. Ja. Maurits, mag ik jou... Ja, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen inderdaad. Hè. Die toets vooraf, net zoals bij de stichting, lijkt me een smaak die zou kunnen worden overwogen, want ik vind hem inderdaad ook te makkelijk nu. Ik zou inderdaad actief iemand laten toetsen in plaats van reactief. En of dat dan de rechter is of een impact board of een ander gremium. En of dat dan een daadwerkelijk goedkeuringsrecht of een adviesrecht is, daar zou je ook nog over kunnen twisten. Maar iets van een toets vooraf lijkt me hier zeer simpel. Ja. Nou ja, kijk, het probleem met die stakeholder boards, en dat zie ik ook met die stichtingen soms en zo. Ja, wie beslist wie daarin komt? Hè? En in de praktijk is dat natuurlijk toch... Ja, weet je wel, uiteindelijk zijn vaak de bestuurders die bij mensen vragen. Of er zit een cooptatiesysteem in waarvan je na verloop van tijd denkt... Ja, wie zit er dan nu eigenlijk? Ja, eens. Ik vind op zich wat ze dan bij dat steward ownership model... Hè, vanuit Purpose, de Duitse organisatie die dat propageert, doen. Die hebben daar een stichting voor. En in die stichting zitten gewoon allemaal ondernemers die zelf ook steward ownership hebben geïmplementeerd. Dus dat zijn in ieder geval mensen die door dezelfde ontwikkelingen zijn gegaan. En dan per vraag wordt dat voorgelegd aan een aantal van die ondernemers die er dan een oordeel over vellen. Dan krijg je op zich natuurlijk in ieder geval een gebalanceerd geheel en een relatief goede beoordeling lijkt me. Maar het blijft inderdaad lastig om daar goede gegadigden voor te vinden. Dat ben ik met je eens. Nou, ik vind het op zich wel een interessante gedachte hoor. Dat je zegt, want kijk, ik denk die stakeholder boards, hè, waarbij de bestuurder zelf kiest die erin zit. En als iemand een beetje kritisch is, nou ja, dan duw je die weer een beetje uit. Ja, natuurlijk. Eens. Relatief weinig soelaas in. En het voordeel van een... het is ook wat centraler. En het vergroot de rechtszekerheid en de informige besluitvorming over... als je bij een centraal orgaan neerlegt. Dus dat vind ik wel de voorkeur. Ja. En hoe kijken jullie naar uittreding en intreding? Hè? In theorie is het natuurlijk zo dat als er een BVM zegt... nou oké, we gaan groeien of ik ga een aandeelhouder gaat verkopen... of er komt een nieuwe aandeelhouder in... dan committeren aandeelhouders zich natuurlijk aan de statuten natuurlijk. Hè? Nou ja, wat ik al zei, hè, ondernemers hebben ook zoiets van... ja, dat moet niet te moeilijk worden. Want ja, als ik een stuk van mijn aandelen wil verkopen... als pensioen of wat dan ook, moet dat ook gewoon niet te moeilijk worden. Hoe kijken jullie daarnaar? Doodse stilte, Jurjen? Ja, ik denk dat de flexibiliteit goed is daarin. Hè, dat het werk ook zou moeten kunnen. Maar wat ik mis in het voorstel, en waar ik denk dat er wel goed over na moet worden gedacht, is ook als er geen verzet, nou laten we maar even vanuit gaan dat we een toets vooraf gaan krijgen. Dat is volgens mij de wat we willen. Maar ook als die toets er is geweest en het mag, van wat gebeurt er dan met het gedeelte van het vermogen dat is toegewezen aan de missie? Ja. Want dat moet er toch niet zomaar uit kunnen nadat de modaliteit beëindigt. Ik denk dat dat belangrijk is om goed naar te kijken. En dat is even mijn opmerking. Ja. Ik denk op zich dat verkoop niet heel erg is om dat toe te staan. Als je aan de voorkant regelt dat je inderdaad niet makkelijk die missie overboord kan gooien. En niet makkelijk die beperking in de winstuitkering kunt veranderen. Want dan zou de koopprijs ook... zou in de koopprijs vertaald moeten zijn dat je op een andere manier winst maakt dan bij een bedrijf wat een ongelimiteerde uitkeringsmogelijkheid heeft. Dus aan zich die verkoopbaarheid heb ik niet zoveel moeite mee. Het is in de praktijk wel altijd heel lastig om... je kunt inderdaad commitment vooraf vragen op die sociale missie. Maar als die dan in de toekomst alsnog overboord wordt gegooid, dan zijn er over het algemeen natuurlijk maar weinig middelen om... om daar toch tegen te ageren. Hè. Je boetebedingen of informatieplichten, dat werkt in de praktijk voor geen meter, in mijn ervaring.
Je zou alsnog natuurlijk weer met een prioriteitsaandeel kunnen werken wat erin blijft. En wat de missie in de smiezen blijft houden. En ook aan de noodrem kan blijven trekken. Ook als er een andere aandeelhouder het stokje overneemt van de zittende aandeelhouder. Maar dan gaan we weer buiten de BVM omstructureren. Ja, dat is eigenlijk... Jotte, hoe kijk jij? Ja, kijk, een van die discussies waar ik op Jotte ook even hoor hierover, Jurgen, is natuurlijk van ja, die maatschappelijke reserve. Kijk, zodra je gaat boekhouden... Ja, en dan moet je die potjes maken en die kunnen dan niet uitgegeven worden. En dat is een van de argumenten tegen een vast winst- of een dividendbeperking. Is van ja, je kunt eigenlijk best wel altijd wel geld uit een bedrijf trekken. Tenzij je natuurlijk hele strakke regulation hebt. Hoe kijk jij hier tegenaan, Pjot? Specifiek tegen die reserve of meer in algemene zin? Uittreding en alle, want ik geloof dat Jurjen zei van ja, je moet wel als je dus ontmantelt ook die, wat gebeurt er dan met die maatschappelijke reserve? Ja, nou ja ik denk dat je in feite een soort van een vorm van beklemd vermogen zou moeten creëren waarop het winstbeleid en het reservebeleid van toepassing blijven, ook op het moment dat zeg maar de BVM eraf is en op het moment dat het vermogen dat onder BVM fase is opgebouwd, dat daar moet dat gewoon op van toepassing blijven. Ja. Ik denk wat dat Maurits adresseert, dan krijg je inderdaad wel de lastigheid van hoe ga je daar nou op toetsen? Want op het moment dat iemand is uitgetreden en de BVM modaliteit is afgeschud, wie gaat er dan zorgen dat wel conform die opgestelde beleidsvormen wordt gehandeld? Ja. Zal in de praktijk wel een lastig aspect blijven. Toch denk ik dat het wel belangrijk is om die van toepassing te blijven verklaren. Ja. Op het moment dat je hem afschudt. Want een van de andere belangrijke dingen die veelvuldig wordt geadresseerd. En dan treed ik een beetje buiten de vraagstelling. Maar hij houdt er wel verband mee. Is wat voor voordelen koppel je hier aan? En dan kom je natuurlijk ook op het fiscale gebied bijvoorbeeld. Hè, wat voor voordelen ga je hier nou aan koppelen? Op het moment dat je voordelen eraan wil koppelen, dan zul je dit wel heel goed moeten hebben geregeld. Van hoe je omgaat met vermogen dat onder BVM-schap is opgebouwd. Want alleen als dat goed is geborgd, kun je er ook voordelen aan koppelen. En ik denk overigens dat je die voordelen niet initieel eraan moet koppelen, maar dat je dat in een ander gremium moet optuigen. Maar misschien dat we daar dadelijk in de finale ronde nog even aan toekomen. Maar het is wel heel belangrijk, dus is dit, dat knelpunt wat Maurits formuleert, van hoe ga je nou zorgen dat het voldoende geborgd is, dat daadwerkelijk dat vermogen wordt behandeld zoals omschreven in het beleid. Dat is wel een hele belangrijke. En misschien dat dan ook wel weer een stuk toekomt aan de stakeholders en de geïdentificeerde stakeholders. Breder dan misschien een stakeholderraad die wordt ingesteld, maar gewoon dat je kijkt van wie zijn nou de primaire en secundaire stakeholders die we formuleren en dat je daar ook een groter belang aan toekent. Ja. Nou, het is een prachtig bruggetje, het woord borging, denk ik, naar de volgende vraag. Stefan, neem jij hem over? Ja hoor, ik sta paraat. Nee, we gaan eigenlijk naar het vijfde thema wat we hebben geïdentificeerd. Doen dat met Sjoerd, Jos en Josephine. En het gaat eigenlijk over controle en toezicht. Ja, hoe kan dat het best geregeld worden? Hè? Dat zit nu in het, in het voorstel is dat eigenlijk heel licht geregeld. Zo lijkt het in ieder geval als ik het lees. Ook gewoon eerst even een rondje. Wat vinden we daarvan en hoe zou dat beter kunnen? Dan gaan we daarna verdiepen. En dan, Sjoerd, mag ik met jou beginnen? Dan begin ik bovenaan mijn lijstje. Ja, op zich denk ik dat het goed is dat ze het ultimum remedium nu in ieder geval geregeld hebben. Dus dat je naar de rechter kan vanwege verschillende posities en dat we daar niet het wiel uitvinden, maar gebruik maken van de instrumenten die er al zijn. Wat mij wel opvalt is dat de medezeggenschap vanuit belanghebbenden, maatschappelijk belanghebbenden, eigenlijk niet terugkomt in dit hele verhaal. En ik denk dat wel een belangrijke component is die we nog zouden kunnen introduceren om toch wat controle en een actiever gesprek en verantwoording te creëren. Daar wil ik het eigenlijk even als eerste gezichtspunt bij laten. Nee, helder. Jos? Ja, dank Stefan. Ja, ik vind het een heel belangrijk punt. En ik
Ook omdat het in de voorgaande vragen, denk ik, telkens ook sluipend een beetje aan bod kwam. Als je naar het voorstel kijkt, dan in de kern gaat de BVM-status, die draait erom, heb je goede intenties? En als je die goede intenties netjes opschrijft, dan ben je een BVM en dan krijg je een stempel van de notaris. Nou goed, dus daar draait het voorstel op dit moment heel erg op. En ja, of die intenties, hoe goed die in de praktijk worden gebracht, daar is eigenlijk heel erg weinig controle op. En dan wordt er inderdaad wel gezegd, formeel, je kunt naar de rechter. Maar het is heel erg de vraag wie dat dan gaat doen in de praktijk. Dus of dat daadwerkelijk echt een controlemechanisme is wat werkt, dat vraag ik me af. En eigenlijk het punt hangt ook heel erg samen met de inzet van het voorstel op hele open normen. En daarom vond ik de opmerking die net werd gemaakt van, is het niet een goed idee om toch iets te kijken naar iets concretere voorwaarden voor die BVM, denk ik heel erg een belangrijke opmerking. En ja, de conclusie die ik daar trek is dat de status van een BVM, dus de waarde die die status heeft voor stakeholders, voor overheden, voor financiers, et cetera, daarmee wel uitgehold wordt. Dus als je ziet BVM, dan betekent dat eigenlijk dat als je wil weten of die daadwerkelijk maatschappelijk echt waarde realiseren, dat je net zoals bij iedere onderneming goed moet gaan zelf gaan onderzoeken wat die in de praktijk doen. Dus dat vind ik toch wel heel missen in het voorstel. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Helder, voordat we erop ingaan, even naar Josephine. Hoe kijk jij naar dit thema? Ja, dankjewel Stefan. Even heel hoog over. Als ik kijk naar de mate van borging en controlemechanismen, dan onderscheidt dit voorstel een aantal controlemechanismes vooraf en een aantal achteraf. En voor beide controlemechanismes vooraf en achteraf wil je eigenlijk dat er borging is. En wat versta ik nou onder borging? Dan versta ik onder wettelijk of statutaire verankering die afdwingbaar is door belanghebbenden. Daar zitten dus drie elementen in waaraan voldaan moet zijn. Die wettelijk of statutaire verankering, de afdwingbaarheid en de belanghebbende. Daar gaan we straks nog wel even op in. Maar vooraf of achteraf? Vooraf zie je dat er voor de notaris, hè, in de formele sfeer een rol is weggelegd. En achteraf zie je eigenlijk dat het louter op initiatief is van degene die zich geschaad voelt door het feit dat de BVM niet doet wat hij zou moeten doen. Dat is eigenlijk de systematiek die gekozen is. En in die systematiek schuurt het, vind ik. Omdat de BVM wil onderscheidend zijn. Hoeft nog niet eens voordelen te hebben. Als dat zo is, dan gaat het helemaal schuren. Maar je zou eigenlijk willen dat die toetsing achteraf en helemaal op die open normen, dat die handen en voeten krijgt. Weer door van tevoren best practices ergens vast te leggen. Ja, want hoe zouden die handen en voeten eruit kunnen zien? Is dan natuurlijk een... Nou, je ziet door het hele voorstel heen, als je even het woordje nader uitgewerkt of memorie van toelichting gaat highlighten, zie je dat ze dat een aantal keer doen. Hè? Ja. Dus eigenlijk zeggen ze, we hebben nog huiswerk te doen. Dan kom ik weer terug op mijn eerdere opmerking. Ik vind de memorie van toelichting niet altijd ideaal, omdat dat zo statisch is. Dus je zoekt eigenlijk op een aantal thema's naar een mogelijkheid waardoor de open norm zich doorontwikkelt met de maatschappelijke opvattingen over die open norm. En dat niet afhankelijk is van rechtspraak, want rechtspraak is duur en duurt te lang. Ook al is het de ondernemingskamer. Ook dan is het niet handig. Dus ja, daar zou je wellicht toch een sleutel kunnen vinden in de ANVB. Even kijken, misschien even Jos, jij gaf ook aan van, ik ben hier kritisch op, maar wat zou een concreet voorstel zijn om het wel beter te regelen? Nou, ik denk dat het heel erg samenhangt met die open normen. We hadden het natuurlijk op het begin, spraken we over de winstbestemming, daarna werd ook gesproken over transparantie. Daar zou je best wat harde eisen aan kunnen stellen.
En de vraag is nu inderdaad, wie controleert dat dan? Dat is heel erg de vraag. En zoals Josephine net zei, ja, er zitten behoorlijk wat drempels aan naar de rechter gaan. Zeker voor stakeholders die vinden dat de maatschappelijke doelen niet goed genoeg worden nagestreefd. Dus dat is heel erg de vraag. Of aandeelhouders dat gaan doen. En mag ik daar gelijk een vraag over stellen? Want gaat Oxfam Novib niet gewoon, wie dan ook, iemand aanstellen die gewoon... Weet je wel, maar één iemand hoeft het te doen. Dus gaat er niet toch een soort van disciplinerende werking van vooraf? Of dit is een bewuste lekenvraag? Dat lijkt me een hele goede vraag, Stefan. En kijk, dan moet een Oxfam Novib dus al die kleine BVM'ertjes gaan controleren. Ja, dat is de vraag of je dat wettelijk zo wil faciliteren. Of je dat gewoon beter moet organiseren door een aantal harde vereisten te introduceren. En kijk, wat het dan precies moet zijn, daar moet goed over nagedacht worden. Maar op dit moment zie ik dat het echt gaat om goede intenties en dat lastig controleerbaar is als je echt de waarde van een BVM voor stakeholders en iedereen die ermee te maken heeft wil faciliteren. Helder. Sjoerd, ik zag jou ook reageren op het moment dat ik noemde dat Oxfam Novib iedereen gaat soeën. Bij de huidige formulering van wie de toegang krijgt tot de ondernemerskamer valt die lieve jongen helaas waarschijnlijk eruit. Dus mag die niet. Dus ik heb nog wel wat opmerkingen bij wie ze nu toelaten als zijnde belanghebbende. Maar ik onderschrijf volledig dat dat echt het ultieme remedium is. En dat zal voor 99% van de sociale ondernemers qua omvang de investering bijna niet waard zijn voor mensen om daar echt tegen te ageren. Ja. Dus ik denk dat het daardoor ineffectief is. Daarom pleit ik dus erg van ongoing. Medezeggenschap misschien het verkeerde woord, maar gewoon stakeholder betrokkenheid. In de brede zin, maar ook verplicht gedefinieerd in de statuten. Om dat gesprek te krijgen. Kijk, het helemaal dichtzetten door middel van harde criteria, zoals ik net hoor, daar ben ik echt huiverig voor, omdat volgens mij moeten we constateren dat de sociale onderneming er niet één is, maar extreem wijdverspreid is en verschillende vormen aanneemt. Ja, dan is het heel moeilijk om daar hele harde normen op dit thema voor te verzinnen, die werkbaar blijven en het instrument voldoende aantrekkelijk houden. Misschien nog even over die vorm van medezeggenschap. Waar zou je, nog even helemaal los van de vraag wie belanghebbende is, maar waar zou je waar zou een belanghebbende invloed op moeten kunnen hebben? Dat kan je ook strak regelen. Kijk, mij gaat het om het herhaald overleg. Omdat daarin uit je ook wat je visie is. En kan je ook voorsorteren op eventuele maatregelen die je zou willen nemen. Nou, dat is meer dreigend, maar omdat je voortdurend in gesprek bent, heb je daar wel een effect van. Het daadwerkelijk een soort goedkeuringsrecht verplicht geven op wijziging van maatschappelijke missie en dergelijke. Ik denk dat dat de werkbaarheid van deze rechtsvorm onder druk zet. Dus daar zie ik eigenlijk weinig ruimte. De gedachte die ik nog had, maar daar ben ik eerlijk gezegd niet over uit, is of je zo'n organisatie nou verplicht wil stellen om een bepaalde adviesboord of raad van toezicht te hebben. Dat is best een zwaar middel, want ik zie bij veel ondernemers waar ik mee te maken heb, dat ze die in eerste instantie met name optuigen voor het netwerk van die individuen. Maar dat die individuen eigenlijk nog niet zo goed geëquipeerd zijn en ook onvoldoende tijd vrijmaken om echt heel kritisch naar dat beleid te gaan kijken. Dus daar is het wel moeilijk om een balans in te vinden, is mijn ervaring. Dus ik ben daar nog niet over uit, maar dat is wel iets wat je nader zou kunnen onderzoeken. Of dat nou een intern controlemechanisme is wat de boel beter op de rit zou kunnen houden. Helder. Josephine, ben je nog aan toe te voegen? Anders zou ik willen voorstellen om gezien de tijd even een soort van open te gooien. Waarin het idee is dat in ieder geval alle experts nog even de ruimte krijgen om te zeggen, nou, hier had ik ook nog een scherp idee over. Dat wil ik graag nog even delen. En waar we misschien ook nog een aantal vragen uit de chat eruit pikken. Maar voordat we dat gaan doen, Josephine, jij nog een reactie op wat Jos en Sjoerd eerder hier op dit thema zeiden. Dan wel een advies aan het ministerie.
los van wat je al hebt gezegd. Je daagt me wel uit nu, want jongen, nou, laat ik dan een allerlaatste opmerking maken. Dat hoeft niet. Nou, jawel. We constateren echt met z'n allen dat dat begrip belanghebbende, dat dat een sleutelbegrip is als het gaat om de controlemechanismen. Dus ik roep de wetgever op om daar een duidelijkheid over te scheppen. En mijn voorkeur is om aan te sluiten bij het bestuursrecht. Want daar is begrip belanghebbende wat breder dan bij de ondernemingskamer. En daar zouden ook de Oxfam NoVips wel onder vallen. Dus dat is één element. En wat betreft de inhoudelijke afdwingbaarheid en het vooraf duidelijkheid scheppen, kan ik niet anders dan iedere keer weer pleiten voor een soort van principle-based met best practice van tevoren afgestemde uitgangspunten, die dan de zorgvuldigheidsnorm en de norm van het belang van de onderneming, hè, want daar draait het in het ondernemingsrecht van, om nader gaan invullen. En dat is dan ook de kapstok, zowel in het civiele recht. Dus je gaat het belang van de onderneming laden met best practices en principles. En zijn er sectoren, wetgeving of zo, waar dat ook gebeurt? Want ja, dat gebeurt. Dat doen de ziekenhuizen ook? Of, Ja, dat gebeurt dus in heel veel sectoren wel. Maar dat zijn niet de traditionele ondernemers. Dat gebeurt meer in, wat we nu zouden zeggen, de maatschappelijke organisaties. In alle codes van de maatschappelijke organisaties zie je bijvoorbeeld de verplichting om een stakeholdersbeleid te hebben en dat te publiceren en daarover verantwoording af te leggen. Dus het is heel opmerkelijk. Daar gaat men op een aantal thema's al veel verder dan in het reguliere ondernemingsrecht. Helder. Ik stel voor dat we even aan ieder nog de kans geven het woord te doen. Ik kijk ook naar de chat. Daar ga ik ook nog een paar vragen uit pikken, maar een aantal zijn ook alweer beantwoord. Misschien eerst even een rondje en dan begin ik bij jou, Piotr. Want ik denk, dit is ook nog van belang. Denk hier ook nog over na. Dit is een goed idee, een goed advies. Ja, ik wilde eigenlijk een vraag die ik best wel wat vaker langs zie komen adresseren. Namelijk de vraag van wat voor voordelen klevert er nou aan en zouden we niet meer. En dat gaat nu primair om de erkenning en herkenning. De gedachte ligt voor de hand om er ook fiscale voordelen voor aan te koppelen. Of aanbestedingsvoordelen, inkoopvoordelen. Ik denk dat het heel goed is, Stefan, om het gesprek van jou en Willemijn met Eppo Bruins in jullie podcast nog eens terug te luisteren dan. Want dan vertelt hij ook dat het ook politiek best wel lastig is. Het is sowieso een hele goede tip die je hier deelt. Sowieso, Stefan, zeker. Het is echt een hele leuke podcast. Maar het maakt het politiek heel veel lastiger om het er doorheen te krijgen. Omdat als er voordelen aan worden gekoppeld, dan ligt social washing ligt ook meer voor de hand. Of meer, ligt meer qua risico op de loer. En zal er een reflex zijn om het helemaal dicht te timmeren en het dus een onbruikbaar iets te maken. Dus ik denk dat je in deze regelgeving moet je het echt beperken tot die herkenning en erkenning. Er lopen een aantal andere trajecten, waaronder bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Ik denk dat dat eerder een gremium is om te kijken van hoe willen we nou sociaal ondernemen, impact ondernemen in zijn algemeenheid opnemen in ons belastingstelsel. En dan kun je het ook veel meer integraal verweven, omdat het echt een integrale heroverweging van het belastingstelsel is, in plaats van dat je nu een paar dingetjes erin gaat fietsen. Want dat is eigenlijk de reden waarom we toe zijn aan een herziening van het belastingstelsel, omdat het de hele tijd een beetje erin wordt gefietst. Het moet gewoon integraal er doorheen geweven worden. En op het moment dat je dat doet, dan wel een haakje zijn. Yes. Helder. Jos? Nog iets toe te voegen. Je mag ook zelf dat je zegt, ik zag iets in de chat en dan mag je op reageren. Geen uitgebreid punt meer toe te voegen. In ieder geval volgens mij een hele goede sessie. En ik denk dat de kernoverweging is of de regeling doelmatig is. En die doelmatigheid, daar hebben we deze vragen volgens mij goed aan kunnen toetsen. Dus ik denk een hele nuttige sessie. En
Ik zou iedereen adviseren kritisch naar het voorontwerp te kijken en ook naar de werkbaarheid ervan. Want mijn indruk ook van dit gesprek is dat er echt nog wel een en ander te verbeteren is. Sjoerd, jij bent de volgende in mijn lijstje. Ja, ik denk dat het op zich wel een goede basis om vanuit verder te werken. Dus ik ben op zich blij met wat ze nu hebben neergelegd. Ik heb eigenlijk niets toe te voegen anders dan een punt wat nu ook in de chat naar voren wordt gebracht. En dat is toch de verhouding tussen de BVM en eventuele dochters. Ja. Of misschien spannender. Een gewone BV of een NV die één BVM als dochter heeft. En nu wordt het simpelweg weggeschreven dat een en ander allemaal niet uitsluit en ook geen effect heeft op elkaar. Nou, daar wil ik dan wel even wat van gedachten over wisselen met de wetgever. Want je hebt natuurlijk zaken als concernbeleid, hoe dat dan doorbreekt in de BVM als dochter van een breder concern. Wat dat betekent voor de invulling daarvan, het vennootschappelijk belang en het, laten we zeggen, het voorop maatschappelijk resultaat realiseren. Dus ik denk dat dat een heel goed punt is wat opgeworpen is en waar we echt nog nader naar moeten kijken en moeten uitwerken in de volgende fase. Helder. Helder. Even kijken, Maurits. Dus even denken, ja, ik heb denk ik ook niet zo heel veel toe te voegen. Ik denk ook dat het een prima basis is. Ik juich op zich ook de wettelijke verankering toe. Ik denk wel dat de voordelen ten opzichte van de keurmerken en de certificeringen en de codes die er al liggen, dat die beperkt zijn. Maar desalniettemin fijn om een wettelijke basis te hebben. En ik denk dat het op zich dus ook goed is om het redelijk flexibel te houden, zodat het voor een breed spectrum aan sociale ondernemingen toepasbaar is. Ik had op zich wat fiscale stimulering niet gek gevonden, maar ik snap ook de uitdagingen. En ik heb Apple ook gehoord, die ontzettend in verkiezingsmodus nog zat. Maar het greenwashing argument, dat begrijp ik ook. In dat kader zou het wel lekker zijn als dan ook de werknemersparticipatieplannen aangepakt worden bij de nieuwe fiscale regelgeving. Maar dat is een ander onderwerp, dus daar wil ik het bij laten. Josephine. Ja, dankjewel. Ja, wat mij betreft moeten we denk ik heel blij zijn met het feit dat dit voorstel er ligt. We hebben nu iets om echt over te praten en ook input op te leveren. En ja, het levert aan de ene kant nog veel open normen op die wellicht onduidelijkheid, met name voor de bestuurders die dit moeten gaan doen, in stand houden. Dus dat is spannend. Aan de andere kant denk ik, ja, ondernemers houden van risico nemen, dus go get them. En laten we vooral goede input leveren op dit voorstel. Helder. Jurjen. Ah, de mute-knop. Ik vind het ook een goede basis. Ik denk dat er op onderdeel heel goed over na is gedacht. Dus ook goed nagedacht over het niet te institutioneel maken. In aanvulling op wat al gezegd is, hè, dus die toets vooraf, denk ik dat bij bepaalde belangrijke besluiten wel belangrijk is. Maar in aanvulling daarop denk ik dat het ook nog wel goed is om te kijken naar wat nou als er aandeelhouders zijn, want die aandeelhouders zijn toch een hele sterke macht. Wat nou als er aandeelhouders zijn die toch doordrukken op ofwel te veel winst uitkeren of het of bijvoorbeeld winst- en reservebeleid niet willen goedkeuren. Ofwel het lange termijn belang niet dienen en de maatschappelijke missie. Dan kan het zo zijn, hè, dat is er nu in opgenomen, dat de BVM kan worden ontbonden. Het moet denk ik niet zo zijn dat de stempel BVM daar afvalt. Waardoor die aandeelhouders dus eigenlijk een weg krijgen om weer naar het normale regime te gaan. Dus ik denk dat daar ook goed is om daar goed naar te kijken dat niet gebeurt. Helder, helder punt. Ik
En een eentje in toevoeging daarop, dat zou je ook aan kunnen denken bijvoorbeeld aan als er dan toch uitkeringen plaatsvinden die niet door de maatschappelijke beugel kunnen, om het zo maar te zeggen, dan zou je ook nog kunnen kijken naar een terugvorderingsrecht of iets dergelijks. Dus dat. Ja. Carlijn? Jouw final thoughts. Ik zat ook nog op mute. Ja. Ik vind het een heel waardevol document. En ik vond het ook een hele waardevolle sessie. En heel veel verschillende inzichten. Maar allemaal heel waardevol. En wat ik tot slot nog wil zeggen is dat ik inderdaad het ermee eens ben dat het fijn is dat het heel open is. Maar dat ik het toch wel denk dat er iets meer sturing mag zijn. En dan denk ik met name bijvoorbeeld het stakeholderbeleid wat meer uitgewerkt kan worden. En dat dat uiteindelijk ook zou zorgen voor een extra controlefunctie in allerlei gebieden. En voor de balans in de AVA. Dus dat je met de uitwerking van het stakeholderbeleid en de transparantie daarop, dat je daar al een heel stuk mee kan komen. Dus ik zou toch zeggen wel iets meer handvaten, iets meer normen, maar niet volledig dicht tikken. Want dan zit je de ondernemer ontzettend in de weg. En dat is volgens mij zeker de quest, hè? Het vinden van die balans. Ik zag nog een vraag over de SDG's, die ook niet nog meer, hè, dat is natuurlijk ook een ontwikkeling, nog meer ingezet kunnen worden bij een van de elementen, Sustainable Development Goals. Is nog iemand die zegt van, daar heb ik nog een reflectie op, want volgens mij hebben we anders, zijn alle, ik weet niet of alle vragen in de chat beantwoord zijn, maar ze zijn wel behandeld, zeg maar. Ik las volgens mij vooral in de aanzet dat ze bij de SDG's vooral dachten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet aan duurzaam ondernemen. En ik vond dat op zich wel een bijzondere zin, omdat ik daar wel bij dacht van, volgens mij zijn de SDG's best waardevol, ook wel voor duurzaam ondernemen. Dus ik vond het wel bijzonder dat ze daar best wel snel overheen stapten. Ja, helemaal mee eens. Als je kijkt dat de gemiddelde impact-investeerder, die rapporteert met name op de SDG's en ook vanuit Europese regelgeving, die met name dan op investeerders en andere financiële marktpartijen van toepassing is. Daar wordt ook juist vanuit de SDG's geredeneerd. Dus ik had me ook wel kunnen voorstellen dat daar juist aansluiting bij was gezocht in plaats van bij de categorisering die nu is verankerd. Stefan? Ja? Misschien kan ik daar iets over zeggen, omdat we natuurlijk ook met het ministerie daar gesprekken over gehad hebben. Ja. Als in dat gesprek hebben gezeten met de experts, waar dat ook aan de orde was. Volgens mij was Sjoerd er ook bij. Jos, ik heb je gezien. Dus Joostien, ga verder. Ja. Daarbij leunt het ministerie heel erg op het gegeven dat de SDG's vooral ook door allerlei, ik noem het nu even, reguliere ondernemers ingezet worden om op te rapporteren. En zij vinden dat dus een te breed en te algemeen systeem om de BVM op te profileren. Wij hebben dat wel uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht. Dat de SDG's misschien juist omdat ze zo breed gebruikt worden een heel herkenbaar aanknopingspunt zouden kunnen bieden. Maar dan moet je nog onderscheid maken tussen de doelen, het doel van de BVM en de rapportage, de impactrapportage. En ze hebben nu gekozen voor die doelstelling, analogie, ANBI, met een kleine uitbreiding. Op de rapportage staat het natuurlijk de ondernemer vrij, hè, om langs de SDG's te rapporteren. Dus dat onderscheid moeten we wel even blijven maken. Ja, helder. Jos, jij wilde hier ook nog iets op reageren? Ja, leuk dat je het zegt, Josephine. Het is misschien even leuk om te melden. Vanuit Global Compact Nederland, in samenwerking met NKB Nederland, wordt er nu nagedacht over om een tool te ontwikkelen voor NKB. Zodat die beter kunnen laten zien wat ze op het gebied van SDG's doen. Dus juist om dat beter toepasbaar te maken en ook vooral om ermee naar buiten te treden voor kleinere ondernemingen. Dus dat is even buiten BVM om, maar dat is dus gericht op MKB breed, op alle ondernemingen, zodat die kunnen laten zien wat ze maatschappelijk doen. Ja, mooie ontwikkeling. Helder. En daar zijn wij volgens mij ook wel betrokken, dus dat is een goede zaak. Piotr, dat ook nog. Ja, ik wil nog heel veel onderschrijven wat Josephine zegt, dat inderdaad voor die categorisering belangrijk is om
het onderscheid te maken met rapportage. Voor rapportage is SCG's heel bruikbaar, denk ik. Maar voor categorisering van de doelstelling heb ik samen met Nijrode onderzoek gedaan. We hebben gezien dat de doelstellingen van ambies, want daar uit die regelgeving komt die categorisering, die ligt best wel dicht bij een random selectie aan sociaal ondernemingen. Omdat het zich ook allebei richt op dat algemeen nut. En dat is ook best wel een in fiscaliteit goed ontwikkeld categoriseringssysteem. En een hele goede best practice, denk ik, om mee te nemen. En SDG's die lenen zich, denk ik, echt wel een stuk beter voor rapportage en niet zozeer voor categorisering. Helder. Het is precies 6 uur. Volgens mij is alles besproken. Mark, vul me aan. We gaan deze sessie, we hebben de toestemming van iedereen om dit is opgenomen en dit gaan we gewoon via YouTube. Komt dit op de website van socialenterprise.nl en dan zal ik dat, dat kun je dan allemaal makkelijk terugvinden. Nou, voor een ieder die ook meeluistert en zelfs reactie wil sturen. 30 april is de deadline. Doe dat vooral. Heb je ook nou nog vragen of wil je iets weten of in contact met iemand komen? Kan ons altijd gewoon mailen op info@. Dat wordt gelezen en dan zorgen wij dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Rest mij niets anders dan de experts, zoals we ze hebben gebombardeerd, enorm te bedanken. Dus Piotr, Jos, Maalrich, Carlijn, Sjoerd, Jurjen, ontzettend, Josien, ontzettend dank voor jullie tijd op deze zonnige dinsdagmiddag. En dan gaan we hem afsluiten. Dank ook iedereen die heeft meegeluisterd. En interessante vragen in de chat gaan we ook allemaal opslaan. En ik zou zeggen, de zon in allemaal. Dankjewel allemaal. Dank, fijne avond. Hoi hoi. Dank. Dank allemaal. Fijne avond. Doeg.